Jeppe 537 werd in 2019 geboren als Jasper. Hij is gefokt door de heer Lopers uit Alteveer. Hij is een zoon van Alwin 469 uit een ster AA-merrie van Pier 448. Jeppe 537 heeft een verwantschap van 18,2%, hij komt uit stand 99 en heeft een stokmaat van 1,70 meter. Jeppe 537 is een rastypische hengst met een voldoende edel hoofd, veel behang en een lange verticale hals met een lichte onderhals. Het is een langgelijnde, opwaarts gebouwde hengst met een goede bovenlijn en een sterke lendenpartij. Hij heeft een iets steile schouder en een iets hellend kruis dat van voldoende lengte is. Jeppe 537 is een hoogbenig paard met veel lengte in zijn voorbeen. Wel hebben beide voorbenen een wat Franse stand. Zijn achterbenen zijn sabelbenig en hij heeft een iets lange schenkel. Zijn beenwerk zou wat harder en droger mogen zijn. Jeppe 537 heeft als 4-jarige het centraal onderzoek doorlopen. Het is een alerte, ondernemende hengst die af en toe een tikje brutaal kan zijn. Op stal is hij eerlijk en makkelijk in de omgang, maar wel scherp op zijn omgeving. Hij heeft veel looplust en is zeer werkwillig. De hengst heeft een mooie houding en 3 goede basisgangen, waarbij de zeer goede draf en galop opvallen. Hij geeft de ruiter ontzettend veel om mee te werken en kan met veel gemak schakelen. De hengst toont voor de wagen veel front- en looplust. Zowel als men- en tuigpaard heeft Jeppe 537 veel aanleg, waarbij zijn actieve, dragende achterbeen en ruim weggezette voorbeen positief opvallen. De hengst toont aangespannen veel lichaamsgebruik, balans en veel zweefmoment. Jeppe 537 kan gebruikt worden op merries met correct gesteld beenwerk en voldoende ruimte in de stap, waarbij hij veel techniek in draf en galop kan toevoegen. Ook kan de hengst een bijdrage leveren aan lichaamsgebruik en een langgelijnde opwaartse bouw.